Hier bij me staan de twee nieuwste Samsung Neo QLED 4K televisies, de QN86D en de iets luxueuzere uitvoering, de QN90D. In deze video neem ik je mee in de technieken achter deze televisies en vertel ik je ook waarom je moet kiezen voor een Neo QLED 4K TV. En bovendien vertel ik je hoe deze TV's onderling verschillen. Om even bij de techniek te beginnen, dit zijn dus Neo QLED-tv's en dat is eigenlijk de enige techniek die gebruik maakt van de combinatie van QuantumDots en Mini -LED's. Quantum QuantumDots zijn nanokristalletjes en die laten heel precies de juiste kleuren door. En MiniLeds, ja dat zijn heel kleine LED-lampjes die 40 keer kleiner zijn dan standaard LED-lampen. En dat betekent dat er 40 keer zoveel lampjes in het scherm verwerkt kunnen worden. En dat heeft tot gevolg dat al die lampjes allemaal afzonderlijk kunnen oplichten en dimmen. En Quantum Matrix technologie, ja, die stuurt die lampjes heel precies aan, waardoor de tv perfecte controle heeft over lokaal contrast en helderheid. Zo is deze tv perfect in staat om lichten volledig te dimmen bij donkere scènes, of bij lichtere scènes juist de perfecte kleur mee te geven. Dus er is bij deze tv rond heldere voorwerpen geen ongewenst licht dat het contrast stoort. En de helderheid, toch het belangrijkste van een Neo QLED-televisie, ja, die zorgt ervoor dat je zelfs in een veelverlichte woonkamer perfect televisie kan kijken. Oké, okay, die technieken die kennen we al uit eerdere jaren, maar wat is er dan nieuw dit jaar? Nou, bijvoorbeeld de processor, die is geüpgraded en beide televisies hebben nu de NQ4AI Gen 2-processor. Die processor verbetert het beeld en geluid en past bovendien automatisch het beeld aan op basis van het licht in jouw kamer. ...om zo het contrast en de helderheid altijd te optimaliseren. En als we dan inzoomen op de verschillen tussen beide televisies... ...ja, op de QN86D kun je heerlijk tv kijken en zul je weinig tot geen last hebben van reflecties. Maar op de QN90D, ja, daar zit een antireflectielaag op en die gaat dus nog een stapje verder. Want er is weinig irritanters dan een lamp in je woonkamer die reflecteert op je scherm of zonlicht dat vol op je tv schijnt. Maar ja, met de QN90D heb je daar dus dankzij die slimme antireflectiefilter geen last meer van. Een andere feature die de QN90D wel heeft ten opzichte van de QN86D, dat is de Ultra Viewing Angle. En dat is een techniek die de kijkhoek van je tv verbetert. En dan maakt het dus niet meer uit of je recht of schuin voor je televisie zit, de beeldkwaliteit is voor iedereen in de kamer hetzelfde en die kwaliteit is dus uitstekend. Maar ook qua geluid heeft de QN90D een streepje voor ten opzichte van de QN86D, want de QN90D heeft namelijk Object Tracking Sound Plus. Dat betekent dat je geluid meebeweegt met de actie. Dus als een auto links voorbij shased, dan hoor je dat ook links. En is het noodweer met regen en onweer, dan hoor je dat ook van boven. Dat is mede te danken aan de extra speakers aan de boven- en zijkanten van je tv, die de QN86D trouwens niet heeft, en aan slimme AI-software. En zo volg je de actie op het scherm niet alleen met je ogen, maar ook met je oren. Tot slot zijn deze televisies ook uitstekend nieuws voor de gamers, want gamen doe je op beide tv's in 4K kwaliteit. Maar op de QN86D doe je dat in 120 Hz refresh rate en de QN90D ja, die heeft dat net weer een stapje beter, namelijk 144 Hz. Dit was hem, de video over de nieuwste Neo QLED 4K tv's van Samsung. Wil jij alle specs nog even rustig nalezen, dat kan. Check dan de beschrijving. Wil je maar vast bestellen? Dat kan natuurlijk ook. Klik dan eventjes hier. En je bent natuurlijk ook altijd van harte welkom in onze Mediamarktwinkels om de tv's even met eigen ogen en oren te komen aanschouwen. Ciao!